businessman, geschiedenis, película en la televisión. Onder de Rijman. Al deze mensen achter me zijn op weg naar de Phonix Music Awards 2017. Dit is de vierde editie en het wordt legendarisch. Dit zijn de allergrootste urban muziekprijzen en ze worden vanavond uitgereikt. Maar ja, wie gaat er met een award naar huis? Wordt het Broederliefde? Wordt het Seven Alias? Wordt het Moola B? Of misschien toch Jonna Fraser? We gaan het zien vanavond en ik neem je mee voor een kijkje achter de schermen. We zijn dit jaar met de Phonix Music Awards in de allermooiste popzaal, vind ik, van Nederland. Dat is de Paradiso. De soundcheck gaat zo meteen beginnen. Shai zit zich nog even voor te bereiden, maar moet je kijken, wat een ruimte. Dit is waar popgeschiedenis geschreven staat en daarom hier de allergrootste urban muziekprijzen van Nederland. Ze worden hier uitgereikt. Blijf erbij, want je gaat met mij mee achter de schermen. Yo, Shai, hoe voel je je? Nee, ik ben op dit moment nog wel chill. Ik had er net wel even een momentje dat ik dacht, ik word gek. Want je staat er dit jaar voor het eerst eigenlijk een beetje alleen voor. In mijn uppie. Ja, vind ik best wel spannend. Dadelijk ga ik nog janken. Oh my god, ik word gewoon een beetje emotioneel. Nee, maar ik vind het best wel bijzonder dat ik dus zo... Je kan nu niet emotioneel worden. Geschiedenis wordt hier geschreven gewoon. Ineens voel ik dat heel erg. Ik voelde hem al, maar het raakt me nu ineens. Oh, ik ben zo'n mietje. Ik ga weg, anders loop je make-up uit. Ja. Zet hem op. Heel veel succes. Dankjewel. Fingers crossed en we gaan gewoon genieten. Ja, toch. Jij hebt een hele speciale taak. Jij gaat je niet bemoeien met de Phonix Music Awards die uitgereikt worden, maar jij gaat voor NPO 3 iets doen. Ja, klopt. Ik ga voor het eerst niet co-hosten. Ik ga nu voor NPO 3 een compilatie maken. Dus zaterdag op NPO 3 een samenvatting van de Phonix Music Awards. Klopt. Zet hem even in je agenda, zou Zet ik zeggen. Op, na de documentaire van Ronnie Flex. We hebben ongeveer 3 kwartier in de backstage van Paradiso moeten lopen om ze te vinden. Want zij zijn de surprise act van vanavond. Ja, we gaan gewoon met Lil Kleine op die stage. We gaan rocken, toch? Phonix Music Awards, daar zien heel veel artiesten elkaar weer na een hele lange tijd. En een van de allergrootste genomineerden is Boef. Laat ik hem nou hier hebben. Hey Boef! Goeiedag. Hoi. Goed, met jou ook? Ja, heb je er zin in? Ik heb er heel erg veel zin in, altijd. Hoeveel awards ga je pakken vanavond? Ik weet niet, als ik er al eentje pak, ben ik heel blij. Binnen ziet het er natuurlijk fantastisch uit, maar als we even naar buiten gaan en dit caravannetje inlopen. This is where the real magic happens. Hey Jan-Willem. Hey. Jij bent de regisseur vanavond. Ja, ik heb zoiets gehoord, ja. Jij hebt hier allemaal schermen, hoe werkt het ongeveer? Nou, wat we eigenlijk hier doen is dat al die schermen die je hier ziet, dat zijn alle camera's. Er zijn 7 in totaal. En wij kiezen eigenlijk welke camera jij thuis ziet. Het is een mooie locatie, het is een hele vette show. Ik heb zin in. Ja, dat is dan hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Ja, dan loop je de regie uit en dan kom je gewoon bonk zo Ronnie Flex tegen. Ja, toch? Heb je er zin in vanavond? Ja, toch? Ja, ik heb er zeker zin in altijd. Ik ben er ook vroeg bij vandaag, dus dat beloof ik. Maar... De eerste danspasjes die beginnen hier zo. De heupen zijn al een beetje los. Mag ik jullie wat vragen? Voor wie zijn jullie vanavond gekomen? Jonna Fraser. Ja, Jonna Fraser. I'm in love with the cool. Ronnie Flex sowieso. Sowieso voor Boef. Voor Boef? Ik heb zeker op hem gestemd. Waarschijnlijk wordt het Broederliefde, maar hopelijk Jonna Fraser. Yo, what's up? Welk optreden kijk je echt naar uit? Naar alles eigenlijk. Moola B vooral. Bijna voor iedereen. Wie hoop je dat er sowieso een award pakt? Ja, ik denk wel Ilias op de beat, man. Hey JJ, is je eerste keer Phonix Music Award? Nee, ik ben de laatste paar jaar wel geweest. Wat vind je dan van deze editie? Dit bewijst hoe goed Phonix bezig is. Weet je wel, mensen staan tot aan het dak. Het is warm, mensen willen hier zijn. Artiesten zijn trots. Ik ben op straat, ik ben met die. 3, 2, 1, 1. Er wordt even door alle vrienden en zo aan je gevraagd hoe gaat het met je, maar hoe gaat het nou echt met je, man? Kijk wat je vast hebt. Je ziet het, man. Het gaat goed met mij, man. Ik werk hard, je weet toch. Ik heb deze prijs gekregen. Ik ben er blij mee. Jij was ontspannen van tevoren. Ik ben altijd ontspannen, man. Echt. En nu dan? Oh. Altijd! Mijn karakter is ontspannen, man. Hierdoor, ik zeg je eerlijk, hier ben ik wel echt blij mee, man. Echt oprecht, ik vind het echt tof. Wat heb jij daar in je hand? Ik heb hier een Hennessy en ik heb een Phonix Award. Best singer, waar komt hij te hangen? Op de gang, bij alle andere platen.
Kijk, ze druppelen allemaal binnen. Jullie stonden net even aan de bar te bestellen, of wat? Ja, er moet een feestje gevierd worden natuurlijk, dus... Zeker, want best group en best album, toch? Ja, toch, beste groep. Voor de derde keer achter elkaar. We willen alle Phonics fans bedanken, iedereen bedanken. Phonics, we love you. Jezus man, geschiedenis, película en la televisión, onder de rijma. Het allerlekkerste Phonics feestje is bijna op zijn einde. Dit waren de Phonics Music Awards 2017. Heb je nog niet genoeg? En is het nog geen zaterdag 27 mei geweest? Check dan NPO 3 op zaterdag, want daar vind je een samenvatting gepresenteerd door Fernando. Ik ga nog even naar binnen, omdat ik toch nog even die afterparty mee wil pakken. En ik zeg tot volgend jaar. Doei! Phonics.